Begonnen? Ik ben gewoon met hem. Zijn we al begonnen? Ja. Doet hij het al? Doet hij het al? Ja, dames en heren. Zijn we bij kunst net gebrekkige apparatuur. Moet je af en toe een klap opgeven, dan doet hij het wel weer. Zijn we al begonnen? Hallo? Doet hij het? Doet hij het? Ja? Was je niet eigenlijk voorbestemd om een carrière in het onderwijs te maken? Ja, voorbestemd wel, maar ja, ik bedoel, het kan gek gaan in de mensenleven. Vind je ook niet dat je nu voor een groot publiek eigenlijk aan het onderwijzen bent? Dat je mensen aan het... Nou, eigenlijk wel, ja. Ik wil wel, ik bedoel, wat ik doe is heel erg om te lachen. Maar ik wil toch ook altijd wel dat het ergens over gaat. Ik wil toch wel dat de mensen... Dat de mensen er iets aan hebben. En dat had mijn vader natuurlijk ook. Die wou die kinderen iets leren. De tafels en de... Maar hij wou ook wel dat ze iets... Nog iets meer opstaken. Dus eigenlijk ben je gewoon een soort superonderwijzer. Daar komt het op neer. In de zaal zitten mensen die hopelijk gevoel voor humor hebben. En die snappen dat het een grapje is. En die snappen ook wat er leuk aan is. Maar hoe test jij dat, of je weet? Is dat iets wat je... Hoe kan je nou in je kamertje hier testen of iets leuk is? Er staat daar een computer. En als ik iets... Als tijdens het schrijven mijn mondhoeken zo iets omhoog gaan... Dan denk ik van, nou, dit kon nog wel eens leuk zijn. Maar ja, mijn norm is toch ook vooral dat ik het zelf leuk moet vinden. Snap je? Er zijn altijd mensen die iets anders leuk vinden. Die moeten maar lekker iets anders leuk vinden. Dus een volle zaal is dat ook niet zo belangrijk voor jou? Nee. Nou, het enige wat belangrijk voor mij is, is dat ik ervan kan leven. Dus dat mijn winkeltje draait, dat ik een omzet heb. Maar wat is dan die drijfveer dat je dan op zo'n toneel wil gaan staan daarmee? Het is toch een hele spannende bezigheid, denk ik. Ja, dat zijn altijd heel veel verschillende dingen. Er zal wel een vorm van ijdelheid bij aan te pas komen. Het zal wel weer. Alles is ijdelheid, uiteindelijk. Maar er zit ook, wat ik net zei, wel. Ik wil ook wel mensen... Ik wil ook wel iets kwijt. Ik heb wel iets te vertellen. Ik vind het een zootje in de wereld. En ik vind het ook niet alleen in de wereld met Joegoslavië en... Omdat we een Joegoslavische cameraman hebben. Maar ook gewoon in de huiswaard vind ik het ook een zootje. Ik vind de manier waarop mensen met elkaar omgaan ook raar. Ik vind de manier waarop mensen met zichzelf omgaan ook raar. Dus ik vind het echt een zootje. En daar wil ik wel wat over zeggen. Ik haat deze stad. En ik hou ervan. Waarom hou je ervan? Nou, ik hou ervan omdat het een dorp is. Omdat het een boerenplaats is. En dat is dezelfde reden waarom ik het haat. Dat zo'n boeren... Dat er geen leuke cafés zijn, bijvoorbeeld. Ja, de Muizenvrouw, dat is een leuk café, maar voor de rest... Dat er maar één bioscoop is. Dat er niet 20 leuke restaurantjes zijn. Dat jij de cultuurprijs niet krijgt. Dat ik de cultuurprijs niet krijg, dat het dan weer gaat naar... Naar dansschool Huppelpup. Nou ja, nee, die cultuurprijs hoef ik ook helemaal niet te hebben. Sodemiet erop, zeg maar, die cultuurprijs. Nu ben je toch een van onze belangrijkste culturele boekbeelden op het ogenblik. Ja, nou ja, maar als ze hem niet willen geven, dan houden ze hem toch lekker zelf. Dan gaan ze voorover staan. En dan stoppen ze die hele cultuurprijs lekker in hun reet.
Nou ja, ik bedoel, ik heb wel de traditionele moeilijke jeugd gehad. Ja. Is krom. En dan draaien we het wieltje nog eens om. Je begint met een idee. Ja, je kan moeilijk met een bos wortelen beginnen. Dus je moet met een idee beginnen. En het is één zin of een gedachte of een situatie. Bij deze voorstelling over die leraar had ik heel snel de situatie. Toen dacht ik, oh, het wordt een afscheidsspeech. En nu ben ik bezig met het volgende programma. Het gaat over een pianostemmer. En dan denk je meteen, oh ja, dat is natuurlijk een man met allerlei vage ambities. Een man die eigenlijk concertpianist had willen zijn. Maar nooit verder is gekomen als pianostemmer. Maak jij nou gebruik van regeltjes binnen cabaret of van techniekjes? Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Het leuke van de kunst is dat er geen regels voor zijn. Anders was het wel wiskunde. Ik ben begonnen met mijn beste vriend. Wat toen mijn beste vriend was, Ko van Diemen. Die woont hier ook in Alkmaar. En toen zat ik nog op de theaterschool. En toen wonnen we opeens een soort cabaretfestival. Het cabaretfestival in Leiden, in Delft. Dat was wel een belangrijk festival. En dat wonnen we opeens. En toen waren we opeens cabaretiers, terwijl we wisten van toeten op blazen, we wisten van niets. En toen hadden we opeens een bedrijf met een impresario en een zakelijk leider. En, dat is na 2 of 3 jaar is dat geklapt, want die vriendschap kon dat bedrijf niet aan. En dat bedrijf kon die vriendschap niet aan, wij waren van in bruintje beer zitten en over meisjes praten. Dat hadden we jarenlang gedaan. Opeens moesten we programma's maken en dingen bedenken. En dat was raar. En het succes toen? Ben ik gestopt. We zijn toen gestopt, Ko en ik. En toen ben ik een hele tijd cabaret gaan regisseren. Toen dacht ik van ja, ik ben een onderwijzer natuurlijk. En ik had de theaterschoolafdeling regie gedaan. Dus toen dacht ik, en ik was cabaretier. Dus toen dacht ik, ja, laat ik dan maar cabaret gaan regisseren. Je moet wat. Dus toen ben ik heel veel dingetjes gaan regisseren. In die tijd kwam ik Brigitte Kaandorp ook tegen. En Jaap Mulder en Vincent Bijlo en Jeroen van Merwijk. Toen ben ik heel veel mensen gaan regisseren. Maar ondertussen schreef ik zelf ook allemaal wel weer teksten, gek genoeg. Ik moest teksten schrijven. En toen had ik een hele stapel van die teksten liggen. En toen dacht ik van ja, laat ik dat dan maar in mijn eentje gaan doen. De tol van de roem. De tol van de roem. Nou, de tol van de roem, dat is dat als ik een pakje sigaretten ga kopen, dat ik dan 10 keer zeg hallo. 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 En dat vind ik wel gezellig. Geen last van? Nee, dat vind ik wel gezellig. Ik vind het wel campingachtig. Alkmaar is natuurlijk een soort camping. En dat vind ik wel camping. Ik vind het wel camping. Maar verandert het je ook? Loop je ook anders? Nee, maar zo erg is het allemaal nog niet. Nee, en dat doe ik ook niet. Ik bedoel, en dat is ook het leuke van Alkmaar. Dat hoeft ook hier al helemaal niet. En het zou kunnen dat die mensen mij kennen van mijn werk. Maar het zou ook kunnen dat die mensen me kennen van de middelbare school. Of, Reageren mensen anders dan jou toen? Nu je wat bekender aan het worden bent? Nou ja, het raarste is eigenlijk... Wat? Veel. Veel, ja. Het raarste is eigenlijk waar ik heel erg aan moet wennen. Kijk, normaal gesproken ben je gewend dat iedereen die jou kent, dat jij die ook kent. Dus ik bedoel, 10 jaar geleden als iemand dan tegen me zei hallo, dan had ik heel erg de neiging om te zeggen van waar kennen we elkaar van, want ik weet het even niet. Maar als mensen nu zeggen hallo, dan denk ik van ja, die zullen me wel kennen. En die hoef ik dan dus niet per se ook zelf te kennen. Nou, ik ben geen André van Duin. Ik heb niet, zoals je zegt, de lach aan mijn kont hangen. Het is niet zo dat ik met een gek hoedje opkom en dat de mensen dan al moeten lachen. Ik voel me meer verwant aan Gerard Reven dan aan André van Duin. Ik heb iets met taal. Ik vind taal mooi. Maar wat is jouw visie nou op het cabaret van Nederland tegenwoordig?
vind je van het niveau? Nou, ik vind eigenlijk niks goed. Wat? Ja, ik vind het allemaal onnozel. Ik vind er veel onnozele dingen bij zitten. Ja, ik ben natuurlijk van de jaren 60. Ik ben een oude hippie. Dus ja, ik vind Freek de Jonge vind ik goed, vond ik toen goed. Ik vind het werktheater toen, dat is de reden waarom ik in dit vak ben gegaan, min of meer. Ik vind het het leukste als het erg grappig is, maar dat het ook nog een soort bodem heeft, dat het ook nog ergens over gaat. Met het gezinsleven, maar heeft dat je veranderd? Nee. In je hoofd blijft het altijd hetzelfde. De omstandigheden veranderen. Gaat het, Yves? En nu los. Los. Nee, staan. Staan. Ja, de omstandigheden veranderen, maar in je hoofd blijft het altijd wat het is. Je kijkt niet milder tegen dingen aan. Nee, absoluut niet. Je hebt niet het grote geluk. Nee, maar ik blijf gewoon mijn hele leven een soort puber. Ik word nooit volwassen. Ik word nooit volwassen, echt niet. Harry Mulisch die heeft dus een soort theorie verzonnen dat iedereen een soort, niet alleen een soort biologische leeftijd heeft, maar ook een psychologische leeftijd. En ik blijf mijn hele leven een soort puber, 16, met een brommer. Ik blijf mijn hele leven moeilijk en raar. Dus ja, zo. Heb je een beeld? Heeft u een beeld, luisteraar, kijkers? Van de klunderdag. 11 uur beginnen. Niet bellen voor 11 uur. Ik weet niet of er kijkers zijn die denken van god, laat ik hem eens gaan bellen. Niet bellen voor 11 uur. En dan tot 's avonds. Ja, je kan mij tot 's nachts 1 uur wel bellen, meestal. En dan daartussendoor doe ik dingetjes. Dat is het eigenlijk, kijkers. Cultuur in Alkmaar, Bert. Is dat wat? Cultuur in Alkmaar, dat is net zoiets als Dierendag op het slachthuis. Het is een rare combinatie. Want? Ja, Alkmaar is van klompen en kaas. Het is niet van cultuur. Papa. Ik zou zeggen, heb nog een fijne avond. Ga nog iets doen. Ga naar Café Muizenvreugd. Verwek een kind. Kan ook. En heb een leuk leven. Goedenavond.